Hoe ziet het programma er vandaag uit? Vandaag is een heel druk programma. Vanochtend beginnen met een groepspresentatie voor 15 tot 20 Chinese ondernemingen. Het wordt een inspannende aangelegenheid waarbij we veel nieuwe mensen gaan ontmoeten. Vanmiddag in de taxi op weg naar een drietal afspraken met een tolk-vertaler erbij om deze presentatie één op één nog eens een keer te gaan doen. En dan aan het einde van de dag een ontmoeting met de minister en het trade diner niet te vergeten, waar zo'n 350 mensen aanwezig zullen zijn. Zeer vereerd dat wij er ook bij mogen zijn. Een heel druk programma voor vandaag. En zo zal het de komende dagen verder gaan. Waarom ga je mee met de handelsmissie in China? Wat hoop je te bereiken? Voor mij is het, en voor Styleshoots is het belangrijk om te kijken of China een markt is voor onze producten. Voor ons een hele nieuwe markt, met nieuwe mores, nieuwe ideeën, andere manier van zaken doen. Wij zijn hier samen met de Trade Mission om te kijken in hoeverre China een markt is. We worden daarmee geholpen en we zijn druk bezig om mensen te leren kennen, de markt te verkennen en te bezien in hoeverre de markt voor ons de moeite waard is om te gaan exporteren. Hoe hebben de Oranje Handelsmissiefonds partners Styleshoots kunnen helpen tijdens deze missie? We hebben voor hen ook deuren kunnen openen. Om te beginnen hebben ze door het winnen eigenlijk van de prijs, hebben ze de gelegenheid gekregen om mee te doen aan zo'n handelsmissie. Hier zijn ze ook in contact gebracht met Chinese bedrijven. Niet zomaar bedrijven, maar bedrijven die echt passen bij hun bedrijfsvoering, hun diensten, hun producten. Wat ook heel interessant is, vaak ontmoet je op zo'n handelsmissie niet alleen bedrijven uit het land waar je naartoe gaat, maar je leert ook Nederlandse ondernemers kennen die je anders misschien niet zo gauw tegen zou zijn gekomen en waar je dan ook weer zaken mee kunt doen. Wat zijn je ervaringen in China tot nu toe en hoe word je ontvangen? Ik ben nu bijna 2,5 dag onderweg in China en inmiddels al flink wat afspraken afgewerkt, mensen ontmoet. De ontvangst is uiterst vriendelijk, zeer beleefd, zeer geweldig, hartelijk ook. Men is voorbereid, men stelt goede vragen en men is onder de indruk van de technologie die Styleshoots te bieden heeft. Dus wat dat betreft, ik heb niets te klagen. Wat adviseert u ondernemers te doen voordat ze een nieuwe markt betreden? Je moet je natuurlijk wel goed voorbereiden als ondernemer. Het is altijd goed om een sprong in het diepe te wagen, maar je moet wel weten welk zwembad je inspringt. Dus informeer goed, hoe zit de markt in elkaar? Op welke manier moet je ondernemen? Wees je ervan bewust dat het vaak wat langer tijd kost om contacten te leggen en vertrouwen te bouwen dan wij in Nederland gewend zijn. Maar ook daarvoor kun je allemaal terecht bij de overheid. We hebben ter plekke ambassades, consulaten, groot netwerk, veel informatie tot onze beschikking. En die delen we heel graag met Nederlandse bedrijven die op nieuwe markten willen ondernemen. Wat ga je doen wanneer je weer terug bent in Nederland? Hoe ga je dit initiatief voortzetten? Om te beginnen ga ik eerst alle indrukken verwerken. En daarna ga ik eens goed alle visitekaartjes op een rij leggen en alle gesprekken evalueren en eens bezien wie waar de juiste reactie op moet gaan krijgen. Gelukkig heb ik hier lokaal goede contacten inmiddels opgebouwd die ook voor mij de opvolging kunnen geven aan de gesprekken die we gehad hebben. Uiteraard zal er wel een reisje terug naar China aan vastzitten om de mensen voor een tweede en misschien wel een derde ronde te kunnen spreken. Ik heb inmiddels geleerd dat het zaken doen in China tijd kost, vertrouwen werven kost voordat je aan boord komt. Ik ben er klaar voor, Styleshoots is er klaar voor. China, dit zal niet de laatste keer zijn.